Mijn boodschap naar de politici zou zijn om de belasting op de energiefactuur fors naar beneden te halen. De federale ombudsman voor energie wordt overstelpt met klachten van mensen die hun tussentijdse afrekening zien stijgen. Ik ben de Muit, Dorothee. Ik ben van opleiding verpleegkundige en ben momenteel op invaliditeitsuitkering. Ik leg mezelf een budget op van 50 euro in de week, wat ook eigenlijk niet echt veel is. Ik bespaar zo wat op alles en vooral ja, dan ook nog een beetje op mijn gezondheid, wat dat niet erg bevorderlijk is voor de ziekenhuisfacturen. Omdat ik natuurlijk heel regelmatig mijn gaskranen dichtdraai, dus het is niet altijd echt warm. Het huis is voetkillig en is ook niet echt heel bevorderlijk voor de gezondheid. Alle luxe producten worden uit het leven ook gebannen. Dat kunnen wij ons echt niet permitteren. Mijn boodschap naar de politici zou zijn om de belasting op de energiefactuur fors naar beneden te halen. Ze plukken de mensen gewoon leeg en we zijn dat gewoon beu. Het wordt tijd dat er echt wel eens verandering in komt.